Veiligheid in Moerdijk is core business. We hebben een gigantisch haven- en industriegebied. Heel belangrijk dat ondernemers daar veilig kunnen ondernemen. Heel belangrijk ook dat onze inwoners, die economisch afhankelijk zijn van zo'n industriegebied, dat gevoel ook ervaren en zien dat we alle aandacht besteden aan veiligheid. Port of Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland en daarmee een belangrijke aanjager van de economie. Het industrieterrein beslaat ruim 2500 hectare. Jaarlijks wordt ruim 18 miljoen ton aan goederen overgeslagen. De totale toegevoegde waarde aan de economie bedraagt daarmee ruim 2 miljard euro. Elke vorm van criminaliteit komt in zo'n zeehaven voor. Ik zit midden in een discussie met Albanese die in vrachtwagens klimmen om te proberen naar Engeland te komen. Ik heb nu zelf gezien hoe ze gewoon de wagens opensnijden en inklimmen. Dat wil je niet hebben. Ik denk dat de passant ons echt kan helpen om te zorgen dat het industriegebied nog veel veiliger wordt dan het nu misschien is. Eind 2021 zijn de innovatieve beveiligingssystemen die Passant ontwikkelt geïmplementeerd bij de deelnemende partijen. Als je wilt ondernemen moet je in Moerdijk zijn, want er is het ontzettend veilig, mede dankzij dit soort ingrepen.